Voor mij is het belangrijk om ook een keer te gaan scoren als buitenspeler. Maar ja, dit seizoen nog maar 2 goals gemaakt en fijn dat ik het dit keer kon verdubbelen door 2 goals. Nou, de eerste was dan een beetje mazzel bij. Er zat inderdaad wel een lastig stuitje voor de keeper bij. Maar die had het gewoon moeten pakken, maar ja, gelukkig ging die wel in. Ja, die tweede goal, afgeslagen corner, ja, ik dacht ik sta er altijd het hele seizoen. En er is nog geen één keer een bal goed gevallen, maar ja, vandaag viel die wel goed. En ja, als hij dan zo lekker aankomt stuiten dan, en je raakt hem goed, dan weet je wel dat hij richting de kruising gaat. Goede wedstrijd, maar ja, bij de koploper 3-0 winnen, dat doe je niet zomaar natuurlijk. Wat ging er vandaag zo goed? Ja, hun hebben sowieso ook al een wedstrijd gespeeld deze week, op maandag volgens mij. En ja, we zitten gewoon in wel een goede flow. Sinds die slechte reeks van ons hebben we daarna gewoon goed opgepakt. En ook over de winterstop heen hebben we gewoon ja, goede punt gepakt. Alleen Huizen hebben we 1 keer wat minder gedaan. Ja, en ik denk gewoon dat er gewoon een goed team staat. Iedereen wil voor elkaar werken, knokken. En ja, ik weet niet. Het is goede chemie in ieder geval. En de trainer helpt ons daar goed bij. Je zei ze net al van ik moet gaan scoren. Had je dat zelf ook als doel gesteld om dat meer te gaan doen dan? Ja, sowieso. Ja, ik stel mezelf sowieso wel doelen. Kijk, ik wil nog wel iets bereiken in het voetbal. En ja, dan moet je ook als buitenspeler gaan scoren. Want als je niet scoort, ja, dan kom je nooit ergens. Dan val je niet op. Maar ja, assist geven is leuk. Maar scoren, dan kom je op het formulier te staan. Daar gaat het om. Wat is er nog mogelijk dit seizoen, denk je, Varkens Boys? Ja, sowieso moeten we uit bij ASWH een puntje pakken. Dat we mooi nog een toetje voor het einde van het seizoen hebben. En gewoon ja, zoveel potten winnen. Er is niet zo'n heel groot verschil tussen de eerste plek en de achtste plek. Dus ga zo hoog mogelijk eindigen en gewoon een goed seizoen draaien voor de rest. Ja, het verschil naar onder is ook niet heel groot, maar je kijkt dus vooral naar boven? Ja, maar als je in zo'n goede flow zit en als je kijkt wat voor spelers we hebben en hoe we presteren, dan kun je eigenlijk alleen maar naar boven kijken. Als je twee keer punten pakt bij de derde plek en bij de eerste plek. Volgende week weer tegen Jong Groningen, ook een leuke voor jou. Ja, dat is leuk voor mij, maar de druk is er wel een beetje af hoor. De eerste keer was het voor mij Groningen echt een spannende pot, maar ik heb Groningen naast me neergelegd en ik kijk verder.